Het schrijven van de speech. Zoals hiervoor besproken eh, bij de voorbereidingen, eh, schrijf je eerst je doel op voor wie het is, wie is je publiek en eh, wat is het thema van het evenement, evenement. En ik zou zeggen, schrijf dat op een stuk papier. Waarom een stuk papier? Als je dat namelijk eh, gaat schrijven eh, of intypen op een laptop of bij een desktop. Het punt is namelijk, als je bij pagina 2 bent, dan verdwijnt je doel ook letterlijk uit het zicht. En op het moment dat je je basispapier als een soort creatief proces gebruikt, blijf je continu kijken naar dat doel. En dat is zo belangrijk. Dus alle content, daar hebben we het over gehad, alle content die je verzamelt, dat, dat moet op dat doel blijven slaan. En op het moment dat je dus dat doel continu in beeld hebt, wordt dat een gedeelte van het creatieve proces waar je mee bezig bent. Dus dat zorgt ervoor dat je op de juiste koers blijft. Als je al eerder presentaties hebt gegeven, zeg eens eerlijk, ben je dan echt dagen daarvoor gaan zitten om je verhaal te schrijven, helemaal woord voor woord? Of had je gewoon een onderwerp en je zocht er wat grafieken en wat plaatjes bij en je dacht, nou, daar komen we dan wel uit. Beetje zwart, dit. Uh, natuurlijk kan het op die manier, maar ik denk het kan ook beter. Uh, en dat je echt gaat nadenken over de structuur. We hebben het al eerder gehad: structuur is ontzettend belangrijk van een goede presentatie. Dus weet waarmee je begint. Weet waar het hoogtepunt zit van je presentatie. Uh, en weet hoe je afsluit. Je weet ook dat niet iedereen na een half uur alles kan onthouden. Dus weet waar je accenten liggen, wat mensen moeten onthouden. En dat wordt duidelijk met een goede structuur. Dus loop door die verschillende lessen heen. En alles komt dan aan bod. Uh, Sommige lessen zijn heel erg kort. Als het maar een heel kort onderwerpje is, dan ga ik er niet te lang over door. Maar die geven wel een beeld van hoe je op dat moment het weer anders of beter kan aanpakken. Dus we gaan het ook over humor hebben. Hoe kan je eventueel een grap gaan schrijven in je speech? Dus veel plezier met de derde module.